Ik vond dat best confronterend. En dat is dan wel moeilijk. Ik dacht van, hé, De Vries, je denkt altijd dat je alles onder controle hebt. Hallo lieve mensen. Tof dat je kijkt naar deze week een heel speciaal experiment. Max moet jullie namelijk iets vertellen. Nou, ik ben dus Max, partner van Marije, manager van onder andere Masha en dat soort mensen. De meeste van jullie zullen weten wie ik ben, want je kent mij als sidekick in een hoop van Marije's video's. En deze week gaat het iets meer over mij dan normaal gesproken. Ik ga namelijk een maand zonder alcohol leven, zogenaamd Sober Oktober. Dat klinkt misschien niet heel heftig, maar toen ik erover na ging denken, besefte ik me wel dat het eigenlijk al sinds, denk ik, 2009 was, dat ik langer dan een week of twee niet gedronken had. Ik denk voor mezelf niet dat ik veel drink, maar wel heel vaak. Door hoe ons leven werkt en de dingen die we doen, hè, sociale verplichtingen, events. Dus hebben we bijna iedere avond wel wat. Ik denk toch dat ik snel al 6 van de 7 dagen per week wel iets van alcohol tot mij neem. En dat is, soms is dat 2 biertjes. Nou jongens, ik weet niet hoe dat werkt met koken ook, maar proost hè. Yeah. En soms is dat er 35. Want ja, ook dat doet Max wel. Heb je een leuke avond? Ik heb een prima avond. Dus leek het mij wel een keer een goed idee om, hè, dat is toch de herfst en ook mensen doen aan het Sober Oktober mee, om te kijken of dat lukte. Dan maak ik me daar niet zo heel veel zorgen over. Marije iets meer, die denkt dat ik het niet ga halen. Om te kijken wat je zo meemaakt als je een gewoonte die al zo lang in je leven is, eigenlijk een maand lang probeert helemaal te negeren. Deze jonge man gaat zijn allerlaatste biertje drinken. Waaruit blijkt dat hij ook een zeer verfijnde, karakteristieke, luxe smaak in bier heeft. 8.6! Uitblik, je bent ook echt zo 8.6 is er al in mijn blik. Nu even een link hieronder naar de Weiss Zwerver Biertest. Ja, je hoort het goed. Waarin Bavaria 8.6 als klinkende winnaar uit de test komt. Goddomme goede handel, jongen. Frans hier. Hey, Frans hier. Dat snapt niemand. Nee. Oké, toen waren we begonnen. En eigenlijk viel dat de eerste paar dagen heel erg mee. Was het allemaal niet zo spannend. Dat ging wel, gewoon door de week. En toen werd het vrijdag. En vrijdag was best wel lastig, want vrijdag was een topdag. We hadden vrijdag allemaal belangrijke meetings, Marije en ik samen. En een van de belangrijkste daarvan was dat we bij Kia eindelijk het partnership rond hebben. Dus we hebben een elektrische auto van hen. En dat was echt te gek. Dat is echt wel een hoogtepuntje. En dat moet je dan vieren. Dus wij dat vieren. En dan gingen we naar een dakterras bij ons in de buurt. Het was een graadje of 20, was super mooi weer. En op het moment dat je daar dan met je alcoholvrije Radler zit, voelde dat toch anders. Minder. En het klinkt super stom om dat dan aan de alcohol of aan het bier toe te schrijven. Maar ik merkte het wel en dat vond ik echt heel opvallend. Het deed toch afbreuk aan de feestvreugde. We zitten hier nu te eten en te borrelen. En dit is echt, het is pas dag 4, maar ik denk nu echt van, ja, maar nu moet ik toch bier drinken? Hoe kan ik nou geen bier drinken? Het is echt, valt me tegen van mezelf. Want er is Heineken 0%. Dat is prima, maar dat is niet wat ik wil. Dat is heel gek. Dus ik ga me er doorheen slaan. Ik zal wel een gingerbeer bestellen, maar ik vind mezelf wel een zielig meisje. Want ze hebben hier ook allemaal handgemaakt eigen bier en zo. Dat vind ik allemaal vet lekker. Die zaterdag ging het eigenlijk ook wel weer door. Want we waren uitgenodigd voor een feestje bij Mossel & Gin. Wat alleen maar ging over gin tonics drinken. Als je dan niet mag drinken, slaat dat eigenlijk helemaal nergens op. We moesten eerst naar mijn ouders. Waar ik ontdekte dat mijn vader mede aan Stoptober. Dat betekent dus dat die voor het eerst in, denk ik, bijna 50 jaar een maand niet gerookt heeft. Dus dat is echt super tof. Maar daarna was dat gin tonic feestje. En ik merk wel dat mijn motivatie heel laag was om daarheen te gaan. Puur omdat je denkt van, ja, wat ga ik daar doen dan? En toen was het week 2. Ik ben super druk. Ik ben sinds kort een one-man talent agency. En ik ben daar eigenlijk non-stop mee bezig. Dus mijn hoofd was niet met alcohol bezig. Het was daardoor wel des te opvallender dat mijn lijf ineens allerlei signalen begon te geven van, hey, er is iets aan de hand. Ik sliep heel slecht. Ik sliep juist alsof ik heel veel gedronken had alle nachten. Dus ik heel licht en ik werd van alles wakker. Ik kon niet echt lekker liggen. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Dat is namelijk vooral als je boven de 35 bent. Ineens denk je lijf dan, oh, alcohol, ga je helemaal niet lekker van slapen. Ondanks dat ik echt niks gedronken had, ik heb er niet eens over nagedacht, heb ik echt, denk ik, van maandag tot en met die zondag wel die hele week echt slecht geslapen. En daar schrok ik wel een beetje van. Ik kan namelijk niet anders dan concluderen dan dat dat verband heeft met alcohol drinken. Ik heb niks anders gedaan. Jarenlang van iedere keer maar iedere avond weer dat gif wat toch alcohol is in je lijf gieten. Daar gaat je lichaam dan toch aan wennen. En dat was echt een soort afkicken. En daar schrok ik wel een beetje van, moet ik zeggen.
Dit ook. Ondertussen is de kat geen idee wat hij aan het doen is. Furby, pas je er niet in. Max, hoe voel je? Vertel. Best wel shit eigenlijk, ik heb slecht geslapen vannacht. Echt? Oh, poekie. Nu moet ik redden. Dus ga ik even een Jake shake maken. Jake, mijn goede vrienden van Jake. Fijn dat je even keek. Dat is een maaltijdshake. Dus geen eiwitshake, geen afvalshake. Dat is gewoon een maaltijdvervanger. En dat zorgt ervoor dat je heel makkelijk en heel snel alles in één keer binnenkrijgt wat je nodig hebt. En voor een idioot als ik is dat echt heel handig. Want op die manier heb ik tenminste één maaltijd per dag die ergens op slaat. Want ja. Ik eet echt heel raar. Ja, ik kan dit banen. Ja, en ik vind die oaty vanilla, die is echt fucking lekker. Dus die moet je gewoon sowieso chappen. Ja. En het is super makkelijk. En dankt Jake. Nou, tot zover de update. Stay tuned. Dat weekend heb ik eigenlijk een beetje vals gespeeld. En dan niet door alcohol te drinken, juist meer het tegenovergestelde. Ik kreeg ineens voor het eerst in mijn leven ooit een oogontsteking. Zo'n oog zag er niet uit. Zeer besmettelijk allemaal. Maar dat is een super goede reden om je van al je sociale verplichtingen te ontdoen. Dus ik had wel een paar feestjes en een paar, ik zou met mijn vrienden naar de kroeg gaan. Nu kon ik gewoon zeggen, ja sorry jongens, ik kom niet. En dat was wel fijn. Ik kon gewoon het hele weekend in mijn huis opsluiten zonder dat ik keuzes hoef te maken over alcohol. Dus het is een beetje vals spelen, maar het werkte wel. Week 3 is eigenlijk het moment dat dat allemaal een beetje begint te wennen. Dingen gaan zoals gaan en alleen op de bijzondere momenten heb ik nog echt wel dan, nu zou ik wel een biertje willen. Maar dat weekend was een Halloween feestje bij mijn broertje. Dat is echt zo'n feestje waarbij iedereen alleen maar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gaat drinken. En daar heb je ook echt hun best voor gedaan toen. En dan sta je daar met je cola light. We zijn op een Halloween feestje en iedereen is proberen dronken te worden. En dat jou eerlijk gaat lukken. Nou zeg, Max is echt als enige hier niet aan het drinken. Want iedereen kan gewoon naar huis kruipen. En hoe bevalt het Max? Superleuk. Superleuk. Dit is het leuke broertje van Max. Hallo. Gunther. I am the doctor tonight. De laatste week 4, is praktisch gezien eigenlijk heel makkelijk. Ik bedoel, het is nog maar een paar dagen, ik ben nu al zover gekomen en ik ga het schip niet laten zinken nu de haven in zicht is natuurlijk. Dus dat was geen probleem. Oké, de maand is voorbij. Eerlijk had ik best wel twijfels of je het zou lukken. Daar begrijp ik dus helemaal niks van, hè? Maar ik ben wel heel erg trots op je. Hoe zou je afgelopen maand beschrijven in 3 woorden? Best wel prima. Wat vond je het allermoeilijkste? Er zijn lagen in het antwoord. Als ik echt heel erg in mezelf ga hiervoor, denk ik dat ik het allermoeilijkste vond, toch de confrontatie dat je lijf toont dat je misschien meer drinkt dan je dacht. Ik vond dat best confronterend en dat is dan wel moeilijk. Ik dacht van, hey, de Vries, je denkt altijd dat je alles onder controle hebt, maar misschien dat je dit toch iets te ver hebt laten gaan, in ieder geval verder dan dat ik zelf dacht. Oké, wat heeft het je lichamelijk of mentaal gebracht? Nou ja, we hadden natuurlijk voor- en na-foto's gemaakt. Die krijgen we ook gezien, ja. Dus ik ben nog steeds dik. Ik had ook het plan om zomer oktober echt aan te pakken. Om 20 keer per week te gaan sporten en heel super gezond te eten. Dat deed ik juist niet. Ik merkte dat ik wel zoiets had, hè? Als een soort hond die een beloning... Treat yourself. Dat, als een soort hond die een beloning verdient. Ja, ik mag geen alcohol. Nou, dan mag ik even een reep chocolade dragen. Die snoeppot is al 7 keer aangevuld. Dus ja, dat balanceert dan wel. Oké, dan nu de hamvraag. Hamvraag, hoezo heet dat een hamvraag? Is er een vegetarische variatie op een hamvraag? De courgettevraag. Zou je het anderen aanraden? Kijk, iedereen moet naar zijn eigen situatie kijken. En je moet lekker doen waar je zelf zin in hebt. Ik vond het voor mezelf een stuk leerzamer dan ik dacht. Ik merk dat ik mijn gedrag heb aangepast. Dat ik veel bewuster met alcohol en dan in mijn geval wel bier drinken omgaan. Niet zomaar en daar bewust keuze voor maken. Nu doe ik het wel, nu doe ik het niet. Het is nu 2 weken later, nu gaat dat zo. Ik hoop dat ik dat vasthoud. Ik hoop dat jullie dit interessant vonden om Max's ervaringen met het experiment te horen. En dat hij nu eindelijk een keer helemaal een experiment heeft gedaan. Ik een keer een weekje ontzien ben. Hebben jullie nog vragen? Laat ze vooral achter in de comments. Max gaat ze allemaal beantwoorden. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor. En laten we bier gaan drinken. Ja. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot ziens.